die off-roader is weg, die off-roader is weg. Het is alleen die, die Mercedes. Oké, kom maar richting stad. Ik ben bijna bij mijn huis. Kom het dan. Ik dacht bijna. Oké, luister. Ken je de Mokro-steeg? Hey, is dat die bij PostNL, TDA? Nee. Nee. Fuck, hoe ga ik jou dat uitleggen, ouwe? Bradvaart Garage, daar in de buurt is een steeg. En daar moet je eigenlijk in. Bij die motel, daar heet de Mokro steeg. Oké, duidelijk. Ja, want Mokro heeft die tactic verzonnen. Ja, we snappen dat, Mika. Snap je, vandaar dat het de Mokro steeg is, snap je dat? Dat zie ik dan wel. Je moet overstappen trouwens. Als je overstapt, gaan ze op een schieten. Ja, ik denk het dood. Ja, hoe dood? Stottert hij al? Dood zeg maar, ik rij al achteruit. Oké, maar waar ben je? Waar? Taco Shop, bij die nieuwe flitsen TDA, ik weet niet of jullie kennen. Ja, ik ken die, Ja. Nu naar hè? Ik ben daar. Doe eens de postcode op. Ik ben achter je, Grove Street, achter de Walmart. Stap uit. Sta maar in. Loes. Oké, maar nu hebben wij hulp nodig, want ik ga die GH100 niet kwijt kunnen raken. Rij naar Dino. Nu moet, nee, iemand van jullie moet nu in die steeg gaan staan. Ja, ben er bijna. G-Wagon is bijna bot. Nee. Klinker Zulu. Wij rijden nog wel even een blokje om. Is ook een Zulu, ja? Ja, een flink ook. Nee, ben je er bijna? Wij komen nu. Weet je wie dat was? Wij komen nu. Oh, waar is die steeg trouwens? Waar moet ik erin? Hier toch? Volgens mij. Oh, hier. We komen nu. Leuk. Uitstap, hand omhoog houden. Niet schieten boys, Nee, hand omhoog houden. Oké, zeg tegen. Bro, praat in die porto dat ze niet moet schieten, ja? Niet schieten, collega's, niet schieten, ik moet onderschot houden. Stop met schieten, ik heb hier deze hier als hostage. Niet schieten, collega's, anders word ik doodgeschoten. Stop met schieten, Jay, laat hem stoppen met schieten. Kan ik mijn wapen wegdoen? Ik hoor nog steeds. Ja, ik hoor nog steeds schoten, hoor. Ik ga nu mijn wapen wegdoen. Ik doe mijn best, collega. Of meneer. Oké, kom hierheen, Je collega blijft schieten. Jay dood. Wil hem in de been houden. Ja. Kom hierheen. Hij heeft een collega van ons dood. Ja, je hebt een collega nu dood. Uit die auto, zeg ik toch? Uit is die auto. Is mijn collega dood? Ik weet niet, bro, maar ik ga je fouilleren. Dat is helemaal goed. Zeg maar dat die Zulu weg mag. Oké, dan ga ik nu in de korte praten. Collega in Augusta, je moet afschalen, anders word ik door mijn gezicht. Heb je een repackage bij je, meneer Daisy agent? Je kunt me fouilleren. Ja, die heeft hij. Mag je even op de grond gooien? Is goed. Hou dat wapen maar gericht. Ik doe niks, meneer. Het is niet nodig om mij. Ik ben in zijn dood, ja? Dat je dat weet. Ja, ik weet het. Ik wil ook niks geks doen hier. Ik luister gewoon naar u. Kom mee hierheen, je gaat voor me staan als levend schild, jongen. Ja, oké, ik blijf hier staan. Wij zitten in die steeg. Wij zitten nu in die steeg. Wij hebben hier één DSC-agent onder schot. Die twee, bro. Hebben die twee? Wie van ons is er dood? Ja, Jay. We hadden eentje in de benen, maar hij schoot door. Ja, meneer, ik kijk de andere kant op, ik ga niks geks doen. Nee, hoi, niet lopen, meer naar achter. Hey, oh wait, dat is naar voren, naar achter. Naar achter, ja, dat is oké. Oké, yes, zo goed? Ja, hey, collega met die pistool, hou jij hem onder schot? Ja. Ja, leg het pistool in zijn nek. Ik zie dat mijn collega's ook beet zijn gepakt. Oké. Okay. Dan even mijn collega. We gaan het heel simpel doen, ja? Plaats hem in de auto en houd er alle tijden een pistool op hem, ja? Zet hem in de achterbank. Je mag even achterin instappen. Moeten jullie deze ook hebben? Ja, stap maar even. Ik ga wel even achterin. Ja, wat moet ik met deze doen? Oké, stap jij achterin, hou die pistool op hem gericht, ja? Hé, wat moet ik met deze doen? Laat hem alsjeblieft leven, meneer. Laat hem maar leven. Laat hem maar leven, laat hem maar gaan, want hij gaat niet op ons schieten. We hebben een collega hier onder. Meneer de DSC-agent die naast mij zit, voor de duidelijkheid, er staat een pistool op u gericht. Hé, ik heb het te doen. Wat doe je? Oh my lord, bro.
Het gaat helemaal goed komen. Ja, het gaat zeker goed komen. Moet ik ergens uitkomen? Ja, kom zo meteen maar. Maar wacht even tot we even de locatie hebben gevonden, kan je daar naartoe rijden. Ik weet niet wat er aan de hand is, kerel, maar ineens zijn ze allemaal weg. Wat is dit nou weer? Ja, ik... U zat achter mij aan volgens mij, de G-Wagon. Nee, we rijden naar die FIB gebouw. Maar ik zeg je heel eerlijk... We hebben momenteel niet echt zoveel meer aan jou, aangezien meneer, we eigenlijk allemaal al weg waren. Porto, we hebben jou eigenlijk puur meegenomen om... Ik zou... Oké. Jongens, aangezien... Ja, ik ben hier natuurlijk helemaal blut en ik heb niks te bieden meer voor jullie. Kunnen we gewoon afspreken dat ik gewoon hier mijn handen omhoog hou en dat jullie gewoon vertrekken? GPS ook zelf. Ik wil alleen even een fotootje van uw gezicht maken als dat mag. Daar ga ik niet mee in zee. Ik doe alles en behalve foto's. Sowieso weer naaien. Laten we hem niet zo weer naaien. Ik ben hartstikke netjes geweest om mee te werken. Ja, dus ja, hij doet gevaarlijk werk. We willen zijn familie niet in de... Mag je die 9mm pakken of niet? Ik heb geen idee, bro, maar ik heb maar gewoon meegenomen. Mag dat? Ik denk dat het onder overheids... Dan doen we dat niet. Ja, het is hetzelfde ammo namelijk. Maar je drukt het ook in mijn wapentje. Maar in ieder geval, ja, we hebben jou eigenlijk puur meegenomen zodat wij een vrije doorgang kregen, maar... Die was vrij makkelijk te regelen. Want ze die is wel gelukt, denk ik. Ik denk niet dat ze echt door hadden wat er gebeurde. Nou, stap maar in, heren. Wie is die Nissan hier die in de buurt staat? Is dat iemand voor ons? Nee, hè? Ik zal wel even een politiemeldingje voor je maken, zodat ze komen ophalen. Ik zou dat oprecht waarderen, meneer. Hey, dat ik wens je nog een fijne dag. Succes. Zijn naam is Mika Beunas. Yeah? Fijne dienst, meneer. Maar betalen we Uganda. Ja, dank u wel, mevrouw. U gaat met behoorlijk gevaarlijke mannen om, zo te zien. Zoek maar uit. Hey, houden we. Of wil hem juist gebruiken voordat die winkel dan? Top, Uganda. Ik zou als ik jou was, zou ik mij uit de boeien halen, jongen. Ja, is dat zo? Ja, anders dan ben je dood. Is goed, meneer Beunas. Is goed, jongen. Lang geleden, ouwe. Ja. Ik zou hem alsnog uit de boeien halen. Ja, is goed. Doe maar. Wacht maar even, hoor. Nou. Niks, dus... Ja. Geef je nou nog een kans. Geef je nou nog een kans? Ja. Even serieus, iemand leest recht even voor. Jongens, doe even. Yo, je hebt recht op zwijgen. Alles wat je zegt zal kan tegengebruikt worden. Je hebt ook recht op een advocaat. En indien je deze niet hebt, zal de staat deze voor je regelen. Maar jullie zijn zo skeer dat ik hem moet regelen. Jullie hebben niet eens een fucking bazenpot of zo, retards. Oh ja, als je de Nederlandse taal niet beheerst, die beheerst ik wel, maar dan heb je recht op een tolk. En je hebt ook recht op medische zorg indien je het nodig hebt. Nou, nu ben ik net gemerkdumpt door een van jullie terwijl ik nog niks had gedaan. Dus ik zou graag wel medische zorg nodig willen hebben. En ik ben net getaserd. En ik ben van een berg gevallen. En ik heb nog steeds niet gegeten, dus in principe gaat het vrij goed met mij. Oh, dat is helemaal tof om te horen, meneer. Ja, snap je. Wat deed je? Mag ik nog één telefoontje plegen, of niet? Met? Mijn advocaat. Hartstikke goed. Right. Ik heb namelijk wel mijn eigen advocaat. Snap je? Ja? Mm-hmm. Ja, ja, snap ik. Right. Ga ik even voor de laatste keer voor je kijken. Heeft u toevallig een ID-kaart voor me? Geen idee, man. Geen idee. Ga ik voor je. Dat is inderdaad wel een antwoord. Ik denk wel, ja. Moet ik zelf een telefoontje voor regelen? Ja. Ik heb er één op zak. Oh, is goed. Wil je dat weten? Ja, broeder. Hij heeft recht op één telefoontje om zijn advocaat te connecten, hè? Ja, best. Let daarop. Ja, die gedachte is waarschijnlijk... Collega's? Meneer, zou u met uw hand tegen... De hostage wilt ook nog aangifte doen tegen persoon als het kan. Kan jij me even afboeien? Yo. Ja, hallo Mika. Hallo. Dit is mijn advocaat, toch? Ja, ik zat ja correct. Ja, staat Kamarna's namelijk. Waar? Ja, we zijn een beetje... Wij komen van die deal af. En meteen de pop aan het dansen. Gelijk de pop aan het dansen, oké. Okay. Dus er zijn al vier pistolen doorheen, maar we zitten nu locked op in het Camara B. In het Camara B, welke? Van Sandy. Van Sandy, oké. Okay. Die middelste. De middelste, oké. Okay. Maar je hebt een advocaat nodig. Ja, ik heb een advocaat nodig, dus dan hier bij Sandy AB kunt komen. Ja, dan, geen probleem. Ik ga kijken tarief, of ik... ja, zeker, absoluut. Hetzelfde tarief.
Juist, juist. Ja? Ja. Helemaal goed. Top, gaan we dat doen. Oké. Okay. Tot zo. Vijf minuten, ja? Juist, oké, vijf minuten. Jojo, later. Hoi. Hij komt er over vijf minuten aan. Ja, het probleem is dat de... Even kijken. Meneer, ik kijk... Ik kijk... Even kijken. Kijk even in het systeem. Ik zie in principe niks op uw naam staan. We hebben wel de laatste tijd veel problemen gehad met mensen met valse ID-kaart of ID-kaart van andere personen. Zometeen zal ik dan een... Oh, er wordt geschoten. Ga maar even kijken, meneer, wat dat is. Ja. Yeah. Kijk uit voor de advocaat dadelijk, de lul is. Nou wordt het leuk. Sandy HB. Nou wordt de pop aan de hand, jongen. Nou wordt het leuk. Yo, hey, ik heb wel nodig. Hallo, ik voel me niet veilig, kerel, er wordt geschoten. Hey Loki! Hey. Hoi Loki! Loki! Bram mos het fiets houden! Hey Loki! Fuck jullie! Bram mos het fiets! Ah, what's up? Dit is muziek in de oren, of niet dan? Hey Loki, je kan ons helpen, doe even de deur open. Doe de deur open, pik. Wacht even, de deuren open. Je hebt niet eens een vuurwapen, Loki. Wat moet ik doen niet? Ja, wat je moet doen is je handen omhoog doen en de deuren openen, grap. Oké, ik kom naar buiten. Doe de deur maar open. Dat zie ik. De deur open, pik. Hey, grote vriend. Hey, daarachter, handen omhoog. Maar bro, ik doe alles. Ik doe alles. De deur is open, Die deur gaat open, pik. Sorry. De deur gaat op. Hier, de deur gaat op. Hier, de deur is open. Kijk, de deur is open. Dankjewel. Ik te zien, je prijt al. Nou, ik ben eens in je grote mond. Handjes. Ga mezelf in de cel. Ga mezelf in de cel. Achterin. Wow, bro, nee, dit gaat... Wat? Loop maar. Oké, kom. Goeddag, advocaat. Loop maar mee. Handjes omhoog, allemaal. Eén man, één persoon mag de deur open doen. Buiten de deur. Shit, ik Yo, mijn collega. Kijk, kun je laten een goede recensie achter? Mag ik ook mee, meneer? Ik zal wel even met een like hier achterlaten. Stap maar in een van jullie auto's, boys. Maakt niet uit welke, joh. Deze is eerst maar. Oké, let's get yo. Ja, stap maar in. Nou, ik deed alsof ik advocaat was. Nou. Ik dacht, doe ik het dan wel op die manier? Nou, oh ja, toch. Zo. Dan zullen we het meemaken. Okay, nou even door elkaar halen, ja? Alles. Met dezelfde auto's. Jezus. Zo'n huiszoeking krijgen waarschijnlijk. Ja,